Roy. Roy is 34 jaar en filiaalmanager bij een opslagbedrijf. Steven en Pieter hebben deze kerel opgegeven voor zoete wraak, omdat hij nogal vrekkig is, toch, heer? Roy die krijgt zelfs voor elkaar dat als we sperrips geneten, dat hij zijn ouders de sperrips laat betalen, omdat ze anders te duur zijn. Tuurlijk, is anders een rip uit zijn Roy, lijf. Roy die heeft al redelijk wat vriendinnetjes gehad. Ja, en dan begint het met leuk een etentje en op een gegeven moment is het geld een beetje op. Ja. En dan is de relatie ook een beetje Voor deze geldwolf is het dus hoog tijd voor zoete wraak. In dit gezondheidscentrum worden medische experimenten uitgevoerd. Dr. Bernard hier voert een onderzoek vandaag uit met een wel heel bijzonder apparaat. Waar moet dat ding eigenlijk naar binnen? De dokter wordt vandaag bijgestaan door zijn charmante assistente Diane. Voor de geloofwaardigheid hebben we ook nog een patiënt van straat geplukt die dit onderzoek zogenaamd net achter de rug heeft. En die is daar niet blij mee. En we hebben weer meters kabel uitgerold en weggewerkt. We hangen onze zelfgemaakte posters op om de boel een beetje aan te kleden. Net zoals de andere clichématige aanwezige ziekenhuisprularia. Steven verbergt snel nog even een cameraatje. En de spiegelkast is vandaag kinderhoek. En nu is het wachten op onze Dagobert Duck die hier helemaal naartoe komt. Omdat hij ervan is overtuigd dat hij 800 euro gaat krijgen voor een medisch experiment. Nou Roy, kun je rekenen? Reken er dan maar niet op. Hallo, Diane Weber, de assistente van Dr. Rood. Mogen jullie hier plaatsnemen? Ja, je hebt er ook. Ja, maar zoveel. Ja, maar wat gaan ze doen dan? Ik ben benieuwd. Ja, dat wilden ze niet zeggen. Zet de kamer lekker uit. Oh. Dat is Nou, een wulpse verpleegster en 800 euro. De dag kan voor Roy nu al niet meer stuk. Tijd om hem eens uit zijn droom te helpen. Ik zal zorgen dat het vanavond op de rekening staat. Goed? Zoals afgesproken. Oké. Okay. Ja? Ja. Okay. Ja, nee, ik kan niet meer rijden, gek. Het is echt. Kan je me alsjeblieft opkomen halen? Oké. Okay. Ja, is goed. Yo. Yo. Ik zei net iemand weglopen die het niet zo fijn. Nee, was niet zo fijn? Je kon niet meer lopen. Oké, okay, u mag met mij meekomen. En ondanks dat gezien te hebben, begeeft Roy zich toch richting het hol van de leeuw. Pieter neemt ondertussen plaats in de regie. We onderzoeken vandaag dus het effect van uw seksuele drift op uw darmstelsel. Ja. Dus daarom is het van groot belang dat u het drankje opdrinkt, zodat we daar dadelijk onderzoek naar kunnen doen. Oh ja, dat drankje. Het betreft hier een mix van aanmaaksiroop, water, citroensap, zout, even roeren, nog meer citroensap en nog een beetje zout. Ja, nou, smakelijk. Wil je je schade aanbrengen natuurlijk. Dirkje, sorry. Nou, nu mag je uitkleden tot je ondergoed. Ja. Heb ik hier een hele mooie sport voor je, die mag je aandoen. Roy kleedt zich gewillig om en vermoedt dat hij door het drankje inmiddels dubbel ziet. Mag je met de benen in de beugels? Met een vrouw dat toch? Klopt, het is ook een baarstoel, Roy. Maar ja, weet jij veel. Deze elektroden horen normaal bovenop je hoofd, maar omdat het vandaag feest is, plakken we vandaag Roy's hele gezicht vol. En één in zijn neus, gewoon omdat het kan. En klaar is Kees, Roy bedoel ik. Ja. Zo. Ik ga de tekst voorlezen. Mm-hmm. Als er op een gegeven moment een seksuele impuls, dan zien wij dat hier op het scherm. En dan kunnen wij kijken van waar op een gegeven moment die impulsen vandaan komen. Gaat u maar lezen. Daantje, het konijn, ligt in bed. Mm-hmm. Ze wil slapen. Maar kan het niet. Ze heeft namelijk zin in worteltjes. Hele grote. Impuls. Wonderlijk apparaat. In werkelijkheid drukt de regisseur op een knop. Ja. TV, hè? Ja, een flinke uitschieter. Ja. Het was hap, slik. Kan u dat hap, slik even apart? Het was hap, slik. Ja, dat is duidelijk op slik, ja. Goed. Weg. Tina, het poesje. Kijk van me door. Houdt niet van grote, sappige wortels. Ik denk dat we wel voldoende hebben. Goed, kom zo even terug en dan gaan we naar het volgende traject. Goed? Oké, tot zo. Gewoon even ontspannen. Ja, gewoon even ontspannen, Roy. He? Niks aan de hand, jongen. Je vriendje Pieter gaat alleen wat geluidjes maken aan de andere kant van de muur. Oh, nee. Goed.
komt, komt. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh. Rust. Gewoon rust. Nee, nee. Ons, pannen. Ons. Zo. Gaat alles hier goed? Nee. Dat ga ik in ieder geval niet doen, als dat mag gebeuren. Dus. Ja, het gaat een beetje, ja, het hoort er allemaal bij hoor. Nee. Dus, ik ben zo weer terug. Ah, daar is dokter Bernhard met de eendenbek. Hoewel het apparaat eerder de afmetingen heeft van de bek van een brontosaurus. Je ziet Roy denken, €800 is best een boel geld. Ja. Kunt u zich een klein beetje ontspannen? Goed ontspannen. Geef mij het apparaat maar even. Het kan even koud aanvoelen, maar dat valt op zich wel mee. Wat we gaan doen is wat het een klein stukje inbrengen. Bent u ontspannen? Niet helemaal, nee. Nee? Nee. Gewoon even rustig, goed ademhalen, rustig ademhalen en er kan weinig gebeuren. We gaan het anaal inbrengen. Bent u er klaar voor? Nee. Nee? Nee. Nee, hoef je niet ingepakt worden. Als u de benen gewoon een klein stukje uit elkaar haalt, nee, dan gaan wij gewoon eens van de tafel zitten. Nou, kom, we gaan. Nee, we gaan dit doen. Nee, nee, dan ben ik echt klaar. Nee, we moeten toch echt... Nee. Sorry meneer. Roy heeft ondertussen zelf een eendenbek en dus is het tijd voor de ontknoping. Even wat hulp krijgen. Even helpen, dokter. Ja. Hij is goed. Wel spannend. Ik wil het zo goed gedaan, man.